Ik ben Marieke Meinaerdy, ik ben internist ouderengeneeskunde. Ik strijd ervoor dat we de communicatie over het opnemen op een intensive care voor kwetsbare ouderen verbeteren. Wat ik verdrietig vind, is dat mensen een te hoge prijs kunnen betalen voor een IC-opname. Wat ik daarmee bedoel, is dat ze onnodig overlijden op een IC. En dat ontneemt een stervensproces wat belangrijk is voor die mensen en voor de familieleden die ernaast zitten. Wat je ook nog wel eens ziet, met name als mensen al kwetsbaar zijn als ze erin gaan, is dat ze er te kwetsbaar uitkomen en dat er te weinig kwaliteit van leven meer is. De mobiliteit, dus het lopen gaat achteruit, het geheugen kan sterk achteruit gaan en achteraf zeggen mensen, dit had ik eigenlijk nooit gewild. En dat is jammer. Dat moeten we niet willen. Dat is hetgeen wat ik wil verbeteren. En hoe heb ik dat nou gedaan? Dat heb ik gedaan door het maken van een folder. In de folder op bladzijde 1 kunnen mensen zichzelf ook afvragen, hoe kwetsbaar ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk echt op de laatste pagina? En ik hoop daarmee dat we een betere selectie kunnen maken voor mensen die, waarvoor het echt waardevol is om op een IC-bed te liggen. Ik heb het al eerder meegemaakt, een hartstilstand. Toen dacht ik, als ik nou weer iets krijg, wil ik van de wereld af. Ik ken al die ellende, ik kan nergens meer meedoen, conditioneel. Als je je man binnenbrengt en hij heeft heel veel al meegemaakt, en dan komen ze wat normale vragen voor remuneratie, dat hij wel een paar keer meegemaakt. Maar als ze het zo hard zeggen, dan komt het zo erg over. Dan denk je al dat hij dood is. Nou hebben we nou een goede dokter die het heel prachtig uitlegt. Dan kom je tot rust en dan ga je nadenken. Dit is niet de zorg zoals we hem willen leveren. Meneer, zenuwachtig. Mevrouw, angstig. Mevrouw denkt dat we meneer gaan opgeven. Denkt dat hij komt te overlijden. Dit is absoluut niet de strekking van het verhaal. Dat komt omdat we in een acute setting zitten wat veel druk geeft. Dit is precies wat we moeten verbeteren. Het moet eerder, op een rustig moment, goed voorbereid. Hoe doen we dat? Bij een huisarts, op een polykliniek, met gedegen voorbereidingsmateriaal, zoals een gesprek zo behandelgrenzen, waarin je kunt zien hoe kwetsbaar ben ik, wat zijn de uitkomsten van een IC en wat wil ik zelf. Het geeft ruimte om vooraf met familie te praten, om daarna op een rustig moment in een gedegen setting dit te kunnen bekijken, samen met je behandelaar, wat je echt wil en wat een goede keuze is voor jou. Dit is wat we nodig hebben.